Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag een babydraakje uit de Babyborn Wonderland serie van Zapf Creation. En het is een bijzonder schattig klein draakje. Hij heeft ook nog eens een toverstokje. En hij is best wel zacht. Hij is heel pluizig. Als ik erover voel, dan voelt hij echt heel zacht aan. En dan heeft hij vleugeltjes, die zijn wat harder en die glanzen. De stof hierboven is hetzelfde, dat is zijn kam om het maar even zo te zeggen. Hier aan de pootjes heeft hij ook nog wat glitterstof en hieronder is het een beetje als vlies. Dan zijn ogen. Zijn ogen zien er ook heel mooi uit. Die zijn blauw glitterend. Dit is erop gestikt, hetzelfde geldt voor de mond. En dan heeft hij nog een sterretje op zijn hoofd. Hieronder kun je dit openmaken. En dan staat er trek. Als je daar dan aan trekt, dan hou je dat stripje eruit en dan wordt de batterij geactiveerd. Want die batterij wordt nu eigenlijk tegengehouden van werken. En als ik dan nu even een toverstafje pak. Volgens mij moet ik dit even afknippen als ik hem wil gebruiken. Ik heb de toverstaf nu eruit gehaald en die moet ik nu eens eventjes vasthouden. Babyborn kan hem vast ook vasthouden. Dan hou ik hem bij het sterretje. Oeh. Hij maakt verschillende geluidjes. Ik geloof dat het 3 verschillende geluidjes zijn die hij kan maken. Hij is in ieder geval heel schattig. En ik geloof dat Babyborn in de Wonderland Feeënkostuum dit ook hartstikke leuk vindt. Die kan de toverstok hier vasthouden in de hand. En dan kan ze die zo voor het draakje houden. Ja, deze is in ieder geval heel erg schattig. Je kunt het leuk combineren hier met de Babyborn in de feeënkostuum. Maar ook zo is het een heel schattig knuffeltje en een lief draakje. Ik vind ook de kleur heel erg mooi, deze donkerroze kleur. Een beetje fuchsia roze en is ook leuk om mee te knuffelen. Zijn kop is best wel zacht en hier in het lichaam is het wel wat harder omdat daar de batterij natuurlijk in zit. Maar toch is die wel heel erg zacht. Het valt me nu op dat de vleugel aan de ene kant een beetje geel is en aan de andere kant is die vooral blauw. Dus dat zijn een beetje verschillende kleuren. Deze is ook een beetje roze. En hier bij de staart zie je eerst wat licht, dan blauw en dan weer wat licht. Ja, Babyborn die vindt dit hartstikke leuk natuurlijk. Het is een leuk klein wonderland draakje. Ik vind hem heel erg leuk en jullie kunnen me laten weten in de reacties wat jullie ervan vinden en wat jullie vinden van de melodieën. Ik vind het hartstikke leuk, het is ook leuk om mee te spelen. Je kunt het leuk combineren en Babyborn kan hem vasthouden of de draak kan hem zelf in zijn hand houden. Ik heb bij het afknippen deze draad laten zitten. Als je wilde kun je het toverstafje dan weer terug doen. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden en het kleine draakje ook. Laat het allemaal maar in de reacties weten. Bekijk ook onze andere video's als je bijvoorbeeld wil zien hoe we Babyborn deze jurk geven. Want het is natuurlijk wel een bijzonder jurkje. Daar hebben we ook een video van. En verder hebben we natuurlijk nog vele andere Babyborn video's. Of vele andere speelgoed video's. Bekijk ze maar. En abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dat vinden we altijd leuk. En dan zien we elkaar de volgende keer. Doei!